Afsluiter van deze zesde speelronde, Fortuna PSV. In de Eredivisie die voor PSV zo vaak en zoveel als een speeltuin aanvoelt, maar met beide benen weer terug op de grond. Dat treffen in Turijn was wel weer even een eye-opener. De Eredivisie is geen Champions League en andersom. Natuurlijk veel aandacht voor Fernando Ricksen. 5 jaar geleden overleed hij aan spierziekte ALS. Net als tegen Ajax speelt Fortuna straks in die schitterende blauwe tenues. Schouten. Voorzet op de Jong. Knap geschoten in 1 keer. Lastig om die bal nog de verre hoek in te draaien met de wreef. Dat lukt ook niet helemaal, want de bal gaat vrij recht op Brandenhorst af. Flamingo. De baas op Bakayoko. Moet dan Daalhuis weer moeilijk zien te maken. Een hoekschop wordt het voor PSV. Weerman. Flamingo. En dan valt hij binnen. Tilman krijgt hem voor de voeten. En denkt niet na. Schieten en scoren. Van Ottelen leek die bal te kunnen uitverdedigen. Niets is minder waar. Deze prima afgemeten hoekschop die door Flamingo al wordt gekopt via Van Ottelen voor de voeten van Tilman. Mauro de Jong in 1 keer doorgestoken. Geen sprake van buitenspel. Guus Til. Kappen, schieten en naast. En hij wil daar een hoekschop, maar die krijgt hij niet van Lindau. Dit wordt een doeltrap. Halilovic. Bal wat zacht voor Pinto, die toch op waarde weet in te schatten. Paasje is ook niet slecht. Aiko gaat liggen. Niets aan de hand, vindt Lindau. Het leek ook wel makkelijk te zijn wat Aiko daar probeerde in het duel met Flamingo. Had hij niet gewoon beter voor het schot kunnen gaan. Paasje van Pinto is uitstekend. Ja, als hij er net niet bij kan, dat zal hij zelf ook aanvoelen. Is er wel sprake van wat contact met Flamingo, maar dat is natuurlijk nooit voldoende voor een penalty. Van Ottelen. Het gevaar daar en Bouchaude draait daar heel knap. Maar krijgt hem niet tussen de palen. Dat wordt voorkomen door de PSV-defensie. Dus moet Fortuna genoegen nemen met een hoekschop. Het zorgt wel voor wat leven hier in de Limburgse brouwerij. Halilovic andermaal. Weer goed en nu is het meteen raak. Bouchaude alsnog. Dat opendraaien was een voorteken. 2 dode spelsituaties. Frustratie bij aanvoerder De Jong. PSV speelt zeker niet de pannen van het dak. Eerste serieuze kans voor Fortuna ook raak. En dat na iets meer dan een half uur spelen. Dat is goed gespeeld en dat is ook een goede redding op de inzet van Mauro van Brandenhorst. Dat mag even gevierd worden. Dat deed de keeper dan ook. Een 100% kans van Mauro Junior. Bouchaude. Flamingo laat zich in zijn rug verrassen. Mitrovic voor de goal. Bouchaude zelf, ja, die hoek is wel heel erg lastig. En dan even een slim duwtje van Benitez om Mitrovic van zich af te schudden. Saibari, Tilman, hoeft er niet om open te draaien. Bouchaude, herstel van Tilman. Beloond met weer een bal. Tilman, het scheelt niet gek veel. Niet opgeven is dan het devies. Uitgevoerd door Tilman. Warmlopers genoeg. Ook Perisic meldt zich nu en dat levert applaus op vanuit het uitvak. Die vinden dat maar al te mooi. Van Huttelen krijgt hem daar niet weg. Vosso ook niet. Tilman dan. Hakje en Schouten. Het is priegelwerk. Dams. Pel voor Hens. Til is daar zeer bedreven in. En... ja, wordt die bal daar even getoucheerd. Til was er meteen van overtuigd. Die stond er ook natuurlijk met zijn gezicht naartoe. Maar het is beoordeeld door Nijhuis. Geen strafschop. Uithalen maar. En Brandenhorst heeft hem. Mauro eruit voor Karsdorp. En dan hebben we daar voor PSV het debuut van de rechtsback. Hij speelt zijn eerste Eredivisie-duel sinds 8 maart 2020. Toen nog in het shirt van Feyenoord. Tilman. Overtalsituatie met De Jong die erbij is en helemaal vrij staat, krijgt de bal alleen wel iets achter zich. De Jong gaat toch maar uithalen en doet dat niet secuur. Noala. Saibari. Bal niet gespeeld, dus een vrije trap voor PSV. Van Ottelen de dader. Dus de twee mensen die Brandenhorst vermoedelijk deze wedstrijd het meest vervloekte nu achter de bal. Doelpuntenmaker Tilman en Boskadi. En hij kan ze blijven vervloeken. En dan vooral die Tilman, man. Wat is dit een lekkere vrije trap van Malik Tilman. Zijn tweede van deze wedstrijd zorgt ervoor dat PSV weer aan de leiding gaat. Saibari. Kan gewoon doorlopen Saibari. Redding, Brandenhorst, rebound, De Jong en doelpunt. Adebayo stond al heel snel te zwaaien bij het begin van die aanval. Maar krijgt nul op request. De eerste PSV-speler sinds Marco van Ginkel in seizoen 16-17. Die bij de eerste 6 Eredivisie-duels van het nieuw seizoen telkens minimaal 1 keer betrokken is bij een doelpunt. En hij mag hem zelf nu maken, deze 1-3. Boesjoude, alleen een snel antwoord kan nog helpen voor Fortuna. Ercek en Benitez. Grootste kans Fortuna deze tweede helft. Mitrovic en dan de glijpartij. Ercek nog. Wordt hij daar neergehaald door Benitez? Nee. Ineens is Fortuna daar dan in de 16 van de tegenstander. Eerst de bal en dus geen strafschop, zo geeft Lindhout aan. Bastien, ruimte bij Ercek, maar het duurt allemaal veel te lang. Toch het schot, dat nog even wordt aangeraakt. Het zou echt een droomdebuut zijn geweest en dan had die stadionspeaker die naam dus nog een keer moeten uitspreken. Dat iedereen hier wel mee willen maken. Einde wedstrijd. Je zou het een reguliere overwinning voor PSV kunnen noemen, want in de eerste helft was het allesbehalve goed. En was de ruststand 1-1. Leek het spannend te worden, maar in de tweede helft deed PSV er niet 3, maar wel 1 tandje bij. En dat was genoeg om het verschil te maken. Met doelpunten van Tilman en De Jong, die daarmee weer een Eredivisiestadion van zijn to-do-lijstje kan afstrepen. Fortuna moet dan blij zijn met het feit dat ze weer eens een doelpunt hebben gemaakt na 3 nederlagen zonder te scoren. Nu een nederlaag met wel een doelpunt. Je moet de lichtpuntjes ergens vandaan halen en bij PSV blijft er ook nog iets over om te verlangen. Namelijk het debuut van Ivan Perisic. Daar kwam Peter Bosz vandaag niet aan toe.